Hoi, welkom bij deze examentraining van Bevolking en Ruimte voor klas 4 MAVO. Ik ben mevrouw De Roo, een docent En ik neem je mee in de examenvragen over Nederland. Nou, wat gaan we doen? Je krijgt drie keer een examenvraag. Want in het examen die ik heb uitgekozen 2021 tijdvak 2 zitten er maar drie over Nederland. En uh, nou, het gaat dus over bevolking en ruimte. Dus we gaan het bekijken. Hoe doe jij mee? Het is de bedoeling dat je meedoet en het is vraag 30, 31 en 32, dus dat kan je al mooi op een blaadje schrijven. Uh, je zet de video op pauze op het moment dat ik de vraag heb uitgelegd, dan lees je zelf de tekstbron of je bekijkt de foto's of de grafieken en dan schrijf je het antwoord op. Op het moment dat jij het antwoord hebt opgeschreven, dan zet je hem weer aan en geef ik je het antwoord. Laten we beginnen. Zoals ik al zei, beginnen we bij opgave 30. Bekijk bron 28. In bron 28 staan de bevolkingsgrafieken van 1975 en 2018 van Nederland. Beargumenteer welke bevolkingsgrafiek van 1975 is. Vind je dat nou een lastig woord? Beargumenteer dat is eigenlijk leg uit met een argument um, welke het is. Nou, je doet het zo. Je kiest eerst de bevolkingsgrafiek 1 of 2. Dus je gaat eerst even goed kijken welke is het. Die schrijf je als eerst op je antwoordblad. En daarna geef je twee argumenten voor je keuze. Dit is dus nu het moment waarop jij de video op pauze zet. En dan ga ik je de uitleg geven. Het is bevolkingsgrafiek 1. Ik zal je uitleggen waarom dat zo is. Deze is dus van 1975. Ten eerste kan je al zien... Dat de bevolking is natuurlijk gegroeid van 1975 tot 2018. Kun je zien dat er hier meer mensen zijn. Want er is gewoon een, groot, een groter deel blauw gekleurd dan aan deze kant. En er is een groter deel roze gekleurd dan aan deze kant. Dus daaraan kan je het al zien. Want er is een bevolkingsgroei geweest van 2075 tot 2018. Waar je het ook super goed aan kan zien is die babyboom. Ik hoop dat je hem al herkent. Die zit namelijk hier. En hier waren die babyboomers. Ongeveer rond de 30, want het was het 30 jaar geleden, dat er een oorlog was geweest. En hier zien hem wat hoger zitten. Daarbij zie je ook dat er hier. En dan moet je echt je Geodrie op de opleggen, dus neem die ook vooral mee naar het examen. Dat er hier uh, minder jonge mensen zijn dan hier. En we krijgen nu eenmaal minder kinderen op dit moment dan in die tijd daarvoor. Nou, kijk even naar het antwoord van het examen. Dan kan je het nog even hier op pauze zetten of even goed bekijken. Um, dat is inderdaad precies wat ik net heb gezegd. En hier hebben ze het nog anders beschreven als hoger aantal geboortes vergeleken met bijvoorbeeld 2. Nou, laten we verder gaan naar opgave 31. Opgave 31. Lees bron 29 en bekijk bron 30. Geef met behulp van bron 30 een argument waarom mensen uit de Randstad juist verhuizen naar de plaatsen. Als Arnhem, Apeldoorn en Ede. Zet de video weer hier even op pauze. Lees bron 29 even rustig en bekijk bron 30. Dan geef ik zo het antwoord. Als je goed kijkt, dan staat er hier in, het, in de vraag. Geef met behulp van bron 30 een argument. Dus 29 is eigenlijk een soort achtergrondinformatie. Je moet je antwoord dus uit bron 30 halen. Dan zit het antwoord bijna altijd in de legenda. Dus je gaat kijken, wat staat er dan in de legenda? Hé, hey, ik zie staan snelweg. Ik zie staan spoorlijn en rivier. En dan ga ik kijken bij de steden die net opgegeven zijn. Dus dat is Arnhem. Nou, die ligt hier zo. Dan zie ik inderdaad snelwegen liggen en ook een spoorlijn. Hetzelfde zie ik bij Ede. En ook bij Apeldoorn. Nou, de Randstad. Is natuurlijk, zijn dat de steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Nou, Den Haag en Rotterdam staan niet op dit kaartje, maar je kan ervan uitgaan dat deze mensen uh, bijvoorbeeld makkelijk naar de Randstad kunnen gaan. Dus ze wonen waarschijnlijk in dit deel en zijn verhuisd daarheen. En ze kunnen het heel makkelijk bereiken via uh, de spoorlijn. Dus per trein of gewoon per auto over de snelweg. Dus op die manier. Hoef je eigenlijk voor deze vraag niet te leren, maar iets logisch nadenken en heel goed lezen. Uit welke bron moet ik nou het antwoord halen? Nu zie je het antwoord nog even staan. Wil je die zelf nog even goed doorlezen. Um, zet hem dan nog even op pauze. En dan gaan wij door naar alweer de laatste vraag die um, over Nederland gaat in het examen van 2021 tijdvak 2. Opgave 32. Bekijk bron 31. De kaarten in bron 31 laten een ontwikkeling zien in de regio Eindhoven, in verschillende perioden. De periodeaanduiding ontbreken bij de kaarten. Waar staan de periodeaanduidingen juist bij alle drie de kaarten? Nou, dit is natuurlijk een meerkeuzevraag. Zet de video hier even op pauze. Dan ga ik je nu het antwoord vertellen. Uh, het is belangrijk dat jij uh, die fases van urbanisatie, suburbanisatie en... Um, Reurbanisatie, dat je die uit je hoofd kent, dat je die jaartallen weet. Nou, als je die weet, is deze vraag goed te doen, want dan hoef je alleen maar te kijken op welke momenten er bijvoorbeeld heel veel groei is in de stad of dat er juist minder groei is in de stad maar daarbuiten. Um, het goede antwoord is in dit geval C en daarvoor kijk ik eerst eventjes naar kaart 2, want dan zie je hier enorm veel mensen. Echt in het centrum van de stad wonen en dat is echt de, de oudste tijd waarbij er veel urbanisatie was, dus dat is rond 1900-1950. Vervolgens, vanaf 1960, krijg je echt die, die suburbanisatie, dat is mensen buiten de stad gaan wonen, maar nog wel grenzend aan de stad. Nou, en dat zie je heel duidelijk bij kaart 1. En vervolgens gaan mensen. Um, in een later jaartal, dus na 1980 eigenlijk, maar ja, die staat er hier niet bij. Dus in dit geval is het dan 2000. Gaan mensen toch meer in de stad weer wonen, omdat die steden opgeknapt worden. Er komen meer voorzieningen. En kan je dus zeggen dat kaart 3, overduidelijk in dat geval um, van 2000 2015 is. Dit is alweer het einde van de uitleg van deze video. Ik hoop dat je de drie vragen goed had. Wil je nou de rest van het examen ook maken? Um, kijk dan de andere video's en um, volg dit kanaal voor de video's die nog gaan komen.